Hoe kan je de boodschap zodanig inkleden dat je doelgroep het begrijpt? Dit is een van de zaken die aan bod zal komen tijdens de Masterclass Storytelling, verzorgd door de storytellingstrateeg Onias Landveld. Hij is aangetrokken door Be More Consultancy onder leiding van Vanessa Limon om het bedrijfsleven tools aan te reiken om hun personeel te versterken. Be More richt zich namelijk op business en leadership ontwikkeling. Landveld zal verschillende masterclasses verzorgen. De eerste is al op vrijdag 10 mei en is bestemd voor de media. Wat moeten de media professionals doen met storytelling? Laten wij dat nou pakken op het punt van journalistiek. Je hebt bijvoorbeeld narratieve journalistiek. En dat is dat jij de emotie wat meer zet in het nieuwsonderdeel. Normale journalistiek is best wel recht toe recht aan. Wie, wat, waar, waarom. En dan heb je de feiten. Maar als jij jouw luisteraars wil laten beleven, wil laten inzien hoe ernstig het is wat is gebeurd, dan moet je het op een andere manier vertellen. Je kan passief vertellen, de deur werd dichtgedaan of Henk deed de deur dicht. Dat is dan wat actiever verteld. En je kan ook op een andere manier je verhaal inkleden dat het mensen meezuigt en dat ze meer willen lezen of meer willen horen of naar jou willen luisteren als presentator. Dus voor een media professional of een communicatieprofessional is het heel erg belangrijk als jij die skills bezit, zodat jij jouw mensen, jouw doelgroep aan jouw lippen kan laten hangen. Landveld is docent op de Rabaut Universiteit in Nijmegen en op verschillende middelbare scholen. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn oude MULO-school, de Graaf van Zinzendorf School, te bezoeken. En ik was op mijn oude school, Graaf van Zinzendorf. En dat was thuiskomen. Dat was heel erg thuiskomen. Dus wat ik eigenlijk doe met die jongeren is, ik laat hun schrijven. Ik sta heel veel op in het theater, op podia. Ik ben stadsdichter van Tilburg en daarnaast doe ik ook spoken word workshops geven. En wat ik bij de jeugd dan doe is hun aan het schrijven krijgen. Schrijven over een bepaald onderwerp. En daarna laat ik het hun voor de klas voordragen of voor hun andere medestudenten. En dat vinden ze altijd heel erg leuk. Heb je het gevoel dat Suriname storytelling nodig heeft? Ja en nee. Ja, omdat ik het gevoel heb dat men meer eruit kan halen en strategischer kan inzetten. Nee, omdat wij het gevoel van verhalen vertellen al hebben. Wij vertellen heel veel verhalen. Van de mensen in het binnenland tot Nikeri, maakt niet uit. Wij houden ervan om te praten. Dus dat willen praten, dat zit er al in. Daar hoef je niet aan te tornen. Maar dat praten omzetten in iets strategisch, in iets economisch, in iets ontwikkelends, dat gedeelte, daar wil ik hun mee helpen. Leiders moeten een heel goed verhaal hebben als zij degene die hun willen volgen of moeten volgen, of het nou werknemers zijn of mensen die op hun stemmen. Ze moeten een heel goed verhaal hebben waarom ze die mensen willen overtuigen. Stel je voor, je bent een directeur van een bedrijf en je hebt werknemers die niet gemotiveerd zijn. Wat is jouw verhaal waarmee de werknemers zich identificeren, waardoor zij meegaan met de visie van het bedrijf, waarvoor zij zichzelf willen geven? En bij politici, ja, hoe zorg je ervoor dat de mensen op jou stemmen? Ik leer politici niet om een verhaal te spinnen of de halve waarheid te vertellen. Ik leer hun wel om hun boodschap gewoon op een begrijpbare manier naar buiten toe te brengen. Ik geef hun de skills, de tools. Voor de rest hou ik mij ver van politiek af. Onias Landveld, storytellingstrateeg, die vanaf 10 mei enkele masterclasses storytelling zal verzorgen. Hij verklapte dat hij in juli terugkomt naar Suriname met een show getiteld Wortels en Cassave. In deze show zal hij meer vertellen over zijn roots, zijn naam en de bijdrage van de Marons bij de afschaffing van de slavernij. Deze show zal ook in Nigeria worden opgevoerd.